Hoe hang je een blinde plank op? Dit heb je nodig. Bepaal de plaats en hoogte van de plank. Zet een klein potloodstreepje op de muur waar de plank komt te hangen. Meet de lengte van de plank op. Teken het midden van de plank af op de muur. Teken de lengte van de plank met een waterpas af op de muur ter hoogte van de markering. Duw de bevestigingsbeugel in de achterzijde van de plank. Meet de afstand van de zijkant van de plank tot het begin van de beugel op. Meet ook de afstand van de bovenkant van de plank tot waar de beugel zit. Schrijf de maten op. Markeer deze maten op de muur met potlood. Nu weet je waar de beugel moet komen. Houd de beugel nu binnen de markering tegen de muur en teken de schroefgaten af op de muur. Controleer met een waterpas of ze recht zijn. Check met een leidingzoeker of er geen leiding op de plek loopt waar je wilt gaan boren. Als je geen leidingzoeker hebt, boor dan niet in een rechte lijn in de buurt van een stopcontact of kraan en kijk ook aan de achterkant van de muur of er mogelijk een leiding kan lopen. De plug en boor moeten dezelfde maat hebben. Alleen zo blijft de schroef goed vastzitten in de muur. Op het doosje van de plug kun je zien welke maat schroef erbij hoort. Boor nu rustig een gaatje in de markering. Zorg dat je er recht voor staat. Dan blijft het boorgat ook recht. Zorg dat het gat dat je boort minstens zo diep is als de plug lang is. Liever zelfs iets dieper. Dit kun je testen door de schroef er even in te steken. Tik met een hamer zachtjes de pluggen in de muur. De rand van de plug moet gelijk uitkomen met de muur. Schroef nu de beugel vast in de muur. Kijk nog even na met de waterpas of de beugel recht hangt. Nu kun je de plank over de beugel heen schuiven. Vaak moet je aan de onderkant nog een schroefje aandraaien, zodat de plank niet van de beugel kan glijden. Gelukt!